Er zit een boxje in, hier in de ding. Loco, dat betekent gek natuurlijk in het Spaans. Loco Roco kwam ooit een keer uit op de PlayStation Portable. Het was een spel waarin je dus je beeldscherm moest draaien en daardoor kon je je poppetje, je Loco Roco poppetje, kon je daardoor bewegen. Het is echt een heel raar spel, maar ergens ook wel een tikkeltje verslavend door het verzamelen van bepaalde fruitjes en ook van Loco Roco's. En je hebt genoeg om te doen. Het is gewoon droog. Ik laat jullie gewoon even een korte video zien wat het spel inhoudt. Ik heb hem pas gelivestreamd. Het was heel droog, want mensen reageerden van wat is dit nou weer en waar kijk ik naar? Ik word misselijk, help me alsjeblieft. Ja goed, Loco Roco, laten we beginnen. We gaan in ieder geval naar de wereldkaart, want daar kunnen wij verschillende levels kiezen. Ik zit nog in wereld 1, maar we kunnen echt al die... Oh, heeft hij me opgeslagen? Serieus? Oh, nee. Ik had toen een keer met een PlayStation aanbieding, had ik het spel gekocht voor 5 euro. Ook deel 2 was toen 5 euro. Het zijn twee spellen. Je kan ze voor de PlayStation 4 dus kopen. En nou, dit is mijn Loco Roco. Het is super schattig, want ja, door middel van die triggers, die knopjes R1 en L1, kan je dus bewegen. Nou, je moet het beeld draaien zoals je ziet. En het is gewoon super droog. Het is gewoon een heerlijk droog spelletje. We hebben hier van die bloemetjes, van die rode bloemetjes. En die zorgen ervoor dat je steeds groter wordt. Je moet ook gaan groeien, want ja, je moet dus uiteindelijk 20 van die bloemetjes, van die rode knopjes, moet je eigenlijk... pakken, eten en dan komt het helemaal goed. Hoppakee. En het volgende bloemetje staat er al aan de overkant. Kijk, daar is die nummer 9. Dit gaat wel heel snel. Normaal zijn ze wel wat meer verspreid. Maar waarschijnlijk omdat dit level 1 is, zijn ze niet echt verspreid. Kunnen we hier nog in een geheime doorgang? Nee, ook niet. En door de bliksemschicht kunnen we kleiner worden. Zoals je ziet komen al die loco-rokootjes komen weer bij elkaar. We gaan verder. Hoppakee. Oh, weer allemaal van die dingetjes. Ik denk dat daar een geheimpje zit, daar links. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik pak even deze op zo. En dan gaan we even terug. Kijk, daar aan de linkerkant ziet het level er een beetje apart uit. Dus ik denk dat je daar wel een geheime doorgang hebt. Ja, kijk eens even. Dit is heel mooi. En ik weet niet, ik heb 18 Loco Roco's nodig om dit dus... om bij dat blauwe ding te komen. Dat soort van, ja, ik weet niet wat het is. Maar ik moet er even doorzoeken, want ik heb er nog geen 18. Daar zit er eentje, dat is nummer 17. Dat betekent dat er nog eentje ergens verborgen ligt. Maar waar? Dat is de grote vraag. En ik ben ook heel erg bang dat hier eigenlijk geen secret meer zit. Ik kan even klein maken. Nee, helaas. Dan ben ik bang dat we die ene secret niet halen. Zonde, zonde. En dan gaan we allemaal naar beneden. Gezellig. Is iedereen er alweer bij? Even kijken. Ja, dit moet er als het goed is 17 zijn. Nou, nog 2 te gaan dan, want die 1 heb ik niet kunnen vinden. Daar is nummer 18. Oh, yes! Hoppakee. Gelukkig raken we niet die zwarte stekeltjes. Pakken we al die soort van, ja, of het nou vliegjes zijn, ik weet het niet, vuurvliegjes misschien. Die pakken we allemaal op. En met 18 van die Loco Roco's gaan we verder om het level dadelijk ook uit te spelen. Hier is bijna het einde, als we daar naar het midden gaan dan hebben we hem uitgespeeld. Kijk eens even, dat is mooi. Het ging niet super goed, want ik heb 2 van die Loco Roco's niet gepakt helaas. Dus 18 van de 20, maar de dop gaat erop. En 155 van de 174 van die vliegjes en 1 van de 3 secrets. Dus er zitten nog 2 geheimen in het level die ik helaas niet heb gevonden. Ik vond het wel leuk, we gaan gewoon nog 1 leveltje doen. Daar zijn we dan met mijn Loco Roco'tje. En ik heb dit level al helemaal uitgespeeld, 100%. Dus ik kan nu ook wel voor de volle 100% gaan. Maar het is gewoon leuk om eventjes gewoon te spelen, toch? Tuurlijk. Kijk eens, gelijk het eerste geheimpje gevonden hier binnenin. Een onderdeel voor het Loco-huis, hè? Loco, dat betekent gek natuurlijk in het Spaans. Dus misschien is het ook wel een beetje een gek spelletje. Dat hadden jullie waarschijnlijk al door. Dan bevestig ik het nu gewoon. Nou, we gaan lekker rollen hier zo. Hé, kijk eens, alweer 6 van die 7 van die Loco-rokertjes gevonden. En we glijden naar beneden. Hoppakee, allemaal gezamenlijk natuurlijk. Daarboven zit ook iets. Kijk, daarboven zit een plantje. Ik weet niet of jullie het zien. Maar daar moet ik even goed voor springen. Kijk, 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 kijk. Ja, daar komt hij. Als je zo'n beginnend takje ziet. Oh, niet eraf vallen. Zo'n beginnend takje en dan, ja, dan weet je 1 ding zeker dat daar dan zo'n rood bolletje uitgroeit. Blijf hier in de midden. Komt er een of ander beest uit de grond. Ik weet ook niet wat het precies is. Zo. En dit breken we door de midden. Hoppakee. En ik weet niet of we daar ook nog een geheimpje hebben. Even wachten hoor. Even kijken. Je weet het nooit, hè. Je moet altijd die muurtjes even checken. Want wie weet kan je er gewoon doorheen komen natuurlijk. We hebben weer een onderdeel gevonden voor het Loco Roco huis.
Dat is mooi. En met deze springplank gaan we hier naar boven. Pakken we al die vuurvliegjes weer op. In de hoop dat ik wel gewoon alle vuurvliegjes haal. Zo. En dan storten wij allemaal naar beneden. Pak ze allemaal maar op. Hoppakee. En uiteindelijk kunnen we ons weer samenvoegen natuurlijk. Maken we dit even kapot. Daar zitten ook weer 5 van die bolletjes. En inmiddels 5 plus 12 is natuurlijk 17. Dus kijk, dat schiet lekker op. En nummer 18 en 19. Dan zou je denken, waar is die laatste? Nou, die komen we dadelijk tegen. Eerst moeten we even zingen voordat... Of het nou een penis of een worteltje, weet ik veel. We gaan even zingen. Daar komt ie. Er zit een boxje in. Hier in de ding. Leuk, hè? Nou, dat beest is helemaal blij dat we hebben gezongen. Gelukkig maar. En dan kunnen wij doorgaan, want we moeten toch één zo'n ding vinden. Eén zo'n rood bolletje, zo'n aardbeidje of zo. Lekker glijden. Kijk eens even. En die halen we net niet. Oh, wat zonde. Wat zonde. Eén zo'n secret. Jammer. En hier is het einde. Maar voordat we dan gaan eindigen, zit hier rechts. Zit er niet nog een secret? Oh. Blijkbaar heb ik er dus eentje vergeten. Dat is zonde. Ik heb het level al wel gehaald met 20 stuks, dus dat scheelt dan wel weer. Hij zit bijna vol. Er kon nog één zo'n mupje bij, zo'n leuke roco in het potje. En ik heb ook niet alle vuurvliegjes, nog precies 40 zaten er verstopt. Maar wel een mooie score voor dit level. Voor dit nou een leuk spel, dan kan dat. Ik ga binnenkort nog wel een keer een nieuwe stream doen. En dan ga ik hem gewoon weer lekker verder spelen. Ik hoop dat je dan ook kijkt. Tot de volgende keer bij weer een nieuwe video. Doei doei!